Goedemorgen, ik ben vandaag de commissaris van de Koning en ik denk dat het vandaag echt fantastisch wordt. Wij doen als provincie mee met Baas van Morgen en ik dus zelf als commissaris natuurlijk ook. Omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren die in hun eigen werk- en leefomgeving niet zo gauw te maken krijgen met dit type werk wat wij doen. En met deze dag willen we jongeren laten zien dat zij ook heel ver kunnen komen op de arbeidsmarkt, ondanks de postcode waar ze opgroeien. Ja, ik weet natuurlijk dat de commissaris een hele belangrijke functie heeft, maar ik weet natuurlijk niet wat hij eigenlijk allemaal precies doet. Het is een heel avontuurlijke baan en dat probeer ik ook aan hem over te brengen. Dat Leen Verbeek zijn baan afstaat vandaag, dat is echt super bijzonder. Hij is natuurlijk de hoogste functionaris hier in Flevoland. En met name voor de leerling om mee te maken hoe het is om baas te zijn van Flevoland. Dat is echt een once in a lifetime kans. Ik heb net met meneer Appelman een gesprek gehad. Ik heb met hem het gehad over wat de mogelijkheden zijn in je vervolgopleiding en je latere baan. En hij vond het een heel goed idee en hij gaat ermee verder. Nou, ik vond dat hij een heel duidelijk beeld had van wat hij later eigenlijk wilde. En hij had ook duidelijke opvattingen over zijn opleiding. En ook nog wel een aantal vragen en adviezen voor de provincie. Dus dat vond ik echt heel, heel inspirerend. Na de gesprekken heb ik zeker wat opgestoken, want ik vertelde een beetje van wat ik allemaal leerde. En ik vertelde dat ik niet alles echt nuttig vond, maar eigenlijk is alles nuttig wat je leert. Je kan er altijd wat mee in de toekomst. Ik merk aan hem dat hij de interesse heeft, dat hij ook vragen stelt, dat hij erover nadenkt. En dat is van zichzelf al goed. Ik denk dat Jong zeker een talent van Flevoland is.